Patty, welkom. Dankjewel. Ik vind het heel leuk dat je er bent. Ja, hè? Ja, nee, ik wilde dat al heel lang. Ja. Ik heb natuurlijk volgens mij een tweede seizoen, derde seizoen geprobeerd. En nu... Ja, het kwam er niet van. Nee, maar dat maakt ook niet uit, want je bent er nu. Ja, drukke vrouw, hè? Drukke vrouw. Maar dat vind ik alleen maar heel leuk. Nou, er liggen een aantal vragen voor ons. Ik begin met de eerste en dan gaan we om en om. Ben jij gevoelig voor verleidingen zoals seks, drank en drugs? Ben ik gevoelig voor verleidingen zoals seks, drugs en drank? Ik ben wel gevoelig voor ervaringen. Ik ben wel... Ik was gevoelig. Ik ben zeker niet verslaafd. Nooit maar, geweest ook? Nee. Nee. Maar ik ben wel echt nieuwsgierig. Dus iets wat, wat nieuw is voor mij, dat wil ik dan wel graag een keer meemaken. Maar het is nou niet dat ik denk... Laat ik het zo zeggen, aan heroïne ben ik nog nooit begonnen. Nee. Dus ik weet wel tot waar ik mijn ervaring zou willen hebben. Ja. Niet tot het gevaar. En ik zag van de week zag ik iets dat ik dacht van... dat was gisteren bij Johnny, zag ik een jongen die spuiten slikken, geloof ik, gaat doen. En toen zag ik een heel onderwerp over die moderne drugs die er nu zijn, die je gewoon kunt bestellen overal en de gevolgen daarvan. En toen dacht ik, nou, het is heel goed dat ik niet in deze tijd leef, maar in een vorig leven misschien geëxperimenteerd heb met seks, drugs en drank. Maar ik zou dat gewoon nu helemaal niet meer willen. Nee, want je drinkt al best een lange tijd niet, toch? Ik drink al bijna, ja, ik vergeet de hele tijd dat het er elke keer weer een jaar bij komt. Dat vergeet ik al die jaren. Maar ik drink inderdaad, ik doe eigenlijk helemaal niks meer al 3 jaar. Niet eten, niet drinken, niet veel, alleen maar eigenlijk met gezondheid bezig. Ja. En dat bevalt me eigenlijk uitstekend. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, vind ik het jammer dat ik het niet eerder ontdekt heb hoe lekker dit gevoel is. Want dit gevoel gaat wel gepaard met hoe ik in het leven sta op dit moment. En dat is zonder gif. Ja. En letterlijk en figuurlijk. En er zit gewoon niet zoveel ergernis meer in. Nee. Er zit veel meer rust in. Er zit veel meer, minder gif in. Ik kan dingen veel beter accepteren. Ik ben niet zo gefrustreerd meer. Weet je wel, de frustratie is omgezet in acceptatie. Ja. Als iets je irriteert, ja, dan moet je er wat aan doen. Of je moet er niks aan doen, maar je moet er niet in blijven hangen. Nee. Zijn er dan, dat je, als je erover terugdenkt, dan dat je dingen in de tijd dat je bijvoorbeeld wel wat meer dronk of wel eens drugs gebruikte. En als je dan kijkt naar nu, zijn er dan bijvoorbeeld keuzes of dingen die je toenertijd deed, of keuzes die je maakte, dat je wel eens denkt van, oh, misschien had ik het toenertijd al... Het gaat niet eens zozeer om de keuzes. Het gaat er gewoon om dat je anders reageert op het moment dat je dat gif in je lichaam hebt. Ja. Dus je lontje is korter, je bent altijd moe. Nou, je ga maar na, als je moe bent, ben je gewoon sneller geïrriteerd. Ja. Je maakt impulsieve beslissingen. Het cirkeltje is veel groter dan je denkt op het moment dat je er echt helemaal mee ophoudt. Op het moment dat je gezond bent, weet je pas wat je allemaal je lichaam en je geest en je leven hebt aangedaan als je dit niet meer bent. Dat is natuurlijk een open deur in trap, want iedereen die ooit iets heeft gedaan, die zegt, oh, had ik maar. Maar het is gewoon echt een feit en ik ben wat dat betreft denk ik het levende bewijs daarvan. Is dat ik gewoon veel positiever en veel beter in mijn vel zit. En veel meer uitkijk naar een toekomst. En niet van dag tot dag leef. En ook niet in die zure lappen blijf liggen. Maar gewoon denk, appata, we gaan ervoor. En dan is het leven eigenlijk toch veel leuker. Ja. Dus het is geen kwestie van keuzes maken als in de grote keuzes. Maar meer de keuzes... die je per dag, eigenlijk per uur neemt. Ja. Dus lekker opstaan, lekker sporten, lekker dit, lekker dat. Dan komt er vanzelf lekker in voor. Ja. Dus the get high on your own natural supply. Oeh. Hoe is jouw zelfbeeld? Ben je tevreden met hoe je eruit ziet? Ja.
Nee, ik denk het ja en nee. Maar eerst ja. Ja, dat ik... ik bedoel, ik schaam me niet voor hoe ik eruit zie of zo. Maar dat hoeft ook echt niet. Nee, maar ik ben gewoon... Ik ben op zich gewoon heel tevreden of blij. Maar ergens ook heb ik heel veel dingen die ik anders zou willen zien. Dus zoals? Nou, ik zou af en toe wel eens gewoon heel graag gewoon een maatje... ik zou gewoon heel graag een soort afgetraind, droog lichaam soms willen hebben. En ik heb ook fases als ik druk met werk ben en slechter slaap. En dat ik soort van af en toe naar mijn huid kijk en denk... Pff. Dus tuurlijk, ja, ik denk wel dat het zou heel stom en naïef zijn om te zeggen dat ik helemaal tevreden ben. En dat ik elke dag mezelf verheerlijk. Nee, ik kan onwijs balen soms van hoe ik eruit zie. Maar je zelfbeeld heeft toch niet alleen te maken met uiterlijk? Ja, zo interpreteer ik het dan nu. Ja. Even. Maar als je kijkt naar wie je bent nu? Daar ben ik, ja. Nou ja, ik denk dat ik nog heel veel te leren heb. Ik ben heel jong, ik ben 23. Maar overal ben ik wel daarin heel tevreden. Ik kan wel elke avond mezelf recht in de spiegel aankijken en denken... Ik ga met mensen goed om. Ik ben goed voor mijn vrienden, goed voor mijn familie. Ik probeer in iedereen evenveel tijd te stoppen. Dus in dat opzicht ben ik wel... blij en tevreden. Waar denk je dat jouw succes aan gerelateerd is? Aan dat zelfbeeld? Of? Ja, weet ik niet zo goed. Nee, dat vind ik even een lastige vraag. Ja, maar nee, daar ben je voor. Ja. Ik vind dat leuker om me dat andere te stellen. Ja. Nee, ik weet dat niet. Nee, weet ik echt niet. Nou, dit is natuurlijk ook wat je uitstraalt, want waarom zit ik hier? Ik ken jou door je uitstraling en je gaat toch wel altijd een tandje verder in je vragen. Je doet het dan heel netjes, maar ik denk, ja, hij wil het gewoon wel weten. Ja. Dat is ook een stuk van je zelfbeeld. Ja. Heb je daar last? Vind je dat lastig om bij mensen door te vragen? Of is dat iets wat je van huis uit hebt? Het doorvragen of het nieuwsgierige? Ja. Nou, ik vind het... Kijk, weet je waarom ik met Open Kaart op een gegeven moment ben begonnen? Is omdat ik heel veel interviewprogramma's en dingen altijd zag. En dan dacht ik altijd... Ja, maar dit is zo... dit voelt zo opgezet en... ik heb niet het idee dat mensen het achterste van hun tong laten zien of zo. Het voelde heel media getraind altijd. En daar is eigenlijk een beetje het idee van ontstaan dat ik dacht, ik wil iets maken waarin ik hoop dat als mensen komen zitten dat ze... Kijk, het is nooit mijn intentie om iemand slecht neer te zetten, want ik denk dat er geen één gast is die ik gehad heb die achteraf ervan baalt. Iedereen heeft me altijd daarna een bericht gestuurd van, hey, super blij met het interview, tof, leuk geworden, goede reacties gehad. Dat is ook echt altijd het doel. Maar ik probeer altijd wel inderdaad even dat muurtje even voor anderhalf uur af te bijtelen. Dat probeer ik. Lukt niet altijd. Dat is wel wat ik heel erg leuk vind aan dit. Is dat ik denk... bijvoorbeeld met een Bridget heb ik ooit in Open Kaart gehad. En de reacties die we daar toen op kregen waren echt krankzinnig positief. Ook dat zij nog een bericht stuurde van... Wow, ik heb hier zulke... goede en mooie reacties op gehad. Omdat ik voor het eerst dat ik naar haar keek, ook tijdens dat gesprek, en dacht... En nu heb ik het idee dat ik... De echte Bridget zie. En kan je dat in één zin samenvatten? De echte Bridget? Ja. Wat zag je? Iemand die een hele hoop mee heeft gemaakt. Ook iemand die soms niet de slimste dingen heeft gedaan. Maar wel iemand, wat mij betreft, iemand met een hart op de goede plek. Ja, dat is het. En die wel bereid is om voor haar vrienden en haar familie... Te strijden. Te strijden. En wel echt wel iemand die het hart op de goede plek heeft. En denk ik gevoeliger is dan dat mensen soms denken. Ja. Want ze wordt natuurlijk al... Ja, ik weet niet. Jullie kennen elkaar goed, ja, toch? Ja, heel goed. Ja. Hoe zou jij haar omschrijven? Nou, precies hetzelfde eigenlijk. Dus dat is wel grappig. Dat is... Het komt er niet aan bij je. Nee. Laat ik het zo zeggen. Het geluk niet. En ik ben dol op haar. Maar onze wegen lopen niet meer echt parallel op dit moment. Maar dat komt meer door het werk dan door het gevoel, zeg maar. Is het daarin moeilijk dan, omdat jij zit bij Shownews, zij bij Boulevard,
dat er dan bijvoorbeeld misschien dingen in jouw leven gebeuren of in dat van haar, om dat dan... Te combineren of te Jij moet er dan natuurlijk op het moment, bijvoorbeeld als er zoiets met André gebeurt, moet jij daar dingen over vertellen bij Shownieuws. Wat misschien wat je soms niet over iemand die je lief hebt zou willen doen. Snap je wat ik bedoel? Ik denk... Is dat nooit moeilijk? Ik vertel niet meer, nooit meer dan de waarheid. En zeker niet over mensen. Ik zou nooit iets doen, net zoals jij dat net zei. Ik zou nooit iets doen wat iemand pijn zou kunnen doen. Ik ben eigenlijk altijd de good cop aan de desk. Ik heb altijd wel het beste voor met mensen. Alleen ja, weet je, er zijn dingen die soms gezegd moeten worden. Die iemand anders niet, misschien niet fijn zal vinden. Maar de waarheid is natuurlijk altijd de waarheid. Maar is dat zo ergens dan dat je altijd dan... Ik weet dan dus niet, daar denken we dan denk ik anders over, of altijd alles gezegd moet worden. Maar ja, jij zegt toch ook dat je bij een interview het achterste van iemands tong wil naar voren halen. Ja, maar dan kiest iemand er natuurlijk voor om zelf iets te vertellen. Ja, maar ja. Het is anders dan dat ik iets nu zou zeggen over bijvoorbeeld, nou, mijn vriendin Anna of mijn vriendin Monica. Dit is wat er op dit moment in. Ik zou dan op dat moment dat liever niet daar willen staan dat ik dat dan moet zeggen. Stel je voor. Maar als jij morgen een aanbieding krijgt van John de Mol om bij Shownieuws te komen staan. En je krijgt daar een heerlijke baan mee. En een soort van, nou, leuk. En je komt 3 keer in de week daar staan aan die desk of zitten. Zou je dat dan overwegen of niet? Nee. Nee? Nee. Want? Omdat ik dat heel moeilijk zou vinden, denk ik, met hetgeen wat ik bijvoorbeeld nu maak en wat ik de komende jaren hoop en wil gaan maken. Omdat ik zou het dus heel moeilijk vinden op het moment dat ik iemand hier spreek en dan soms heb je nog een babbel daarna. Of ik heb iets in een gesprek besproken wat iemand achteraf zegt, hey, ik vond dat niet zo fijn. En stel je voor dat ik dan vanavond in de Shownieuws-studio moet staan en er komt iets naar buiten bijvoorbeeld. En dat hoeft helemaal niet bij mij vandaan te komen. Maar zo'n gast gaat dan misschien toch met een dubbel gevoel weg van... Maar dit heb ik jou vanmiddag verteld. En hoezo zit dat dan nu in een uitzending? Maar ja. Ja, maar ik ben denk ik daar ik ben denk ik daarin echt wel een mietje. En denk ik ook dat ik... Ja, ik weet het niet. Ik hou gewoon niet van confrontatie in de zin van of dat... Ja, ik zou dat heel moeilijk vinden. Ik vind dat best dubbel. Hoezo? Nou, omdat je eigenlijk wel wilt vragen tot het gaatje. Ja. Maar live televisie is natuurlijk ook, je krijgt 1 keer de kans om het te vertellen. Dus, ja, maar het is toch anders dan dat... stel je voor, jij zit hier en wij hebben het bijvoorbeeld, bij wijze van over, ik heb een boot gekocht, bij wijze van. Ik noem maar even iets heel stoms. Maar dan is het aan jou de keuze om aan mij te vertellen of je die boot hebt gekocht. Nou ja, als jij gefotografeerd bent in die boot, kan ik natuurlijk best wel zeggen, hij heeft me inderdaad van de week gezegd dat hij het zou gaan kopen. Maar dan zeg ik, ja, ik kan alleen maar zeggen, wat leuk dat hij hem nu heeft. Ja. Dat is toch, maar dat is dan toch niet raar dat ik zeg dat dat ooit genoemd is? Nee, ja, het is meer, ik denk dat het, dat, ik weet, ja, nee, maar dat is ook... Ik zou nooit zoiets melden. Als er niet het levende bewijs van al ronddwaalt. Maar bijvoorbeeld wat je zegt van in een slachtofferrol blijven hangen. Of dat mensen zuur kunnen blijven overdenken. Was dat dan een houding of iets wat jij in het verleden ook had? Dat je lang in iets kon blijven hangen? Nou, het is allemaal achteraf gezien. Hè? Maar achteraf kijk je de koe in de kont natuurlijk. Dus, zoals ik er nu naar kijk, is het jammer dat je... jezelf in een staat brengt waardoor je anders reageert en veel minder leuk bent dan wie je nu bent. Ik vind mezelf nu echt 1000 keer leuker dan dat toen ik dacht van nou, ik ben te dik en hoe lang ben ik nu al binnen en waarom heb ik nog niks te drinken? Ik vind mezelf echt nu een veel leuker mens. Het was wel even zoeken, moet ik eerlijk zeggen. Dat je zo gewend was die leuke gezellige dikker te spelen. Dat ik eigenlijk ik ben nu 35 kilo bijna afgevallen, dat ik in die tussentijd was het heel erg zoeken naar mijn persoonlijkheid. Want dan zit je nog half in het gif. Was al gestopt met drinken en alles. Alleen je lichaam moet zoveel rotzooi kwijt. En toen ik 15 kilo was afgevallen, toen wist ik eigenlijk niet meer zo goed wie ik was. Nee.
Begrijp je dan wat ik bedoel? Dat je denkt, ben ik nou leuk of ben maar ik nou niet leuk? Ben ik nou een gangmaker, ben ik het nou niet? En het was best wel eventjes zoeken naar de ja, het is best oké om rustig te zijn eigenlijk. Ja. Maar je zei net van, ik was altijd die gezellige dikkerd aan het spelen. Had je dan op een gegeven moment het gevoel, op een bepaalde fase van je leven, dat je op een gegeven moment een soort van misschien geleefd werd of op een gegeven moment bijna een soort typetje werd? Wat mensen van jou verwachten van nou, zo is Patty? Je vergroot je zwakheden om dan daarin je kracht te vinden. Dus als mensen vaak genoeg zeggen, je bent zo lekker jezelf, een lekkere ding, denk je, oh dat vind je leuk. Dus achteraf gezien, hè? Ja. Dus je denkt dan dat je dat moet uitvergroten. Maar ja, aan de andere kant, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet nog dat duikplankmoment. Kijk ik nu regelmatig, krijg ik dat voor mijn neus, denk ik, jeetje, what the fuck was I thinking? Weet je, dat ik toen gewoon leuk in mijn badpak op televisie ging, vond ik eigenlijk erger dan dat ik plat op mijn bek in een badpak op televisie ging. Want dat zag ik eruit. Maar dat voelde ik toen helemaal niet zo. Maar dus dan is het geen rol. Het is gewoon een soort van acceptatie van je frustratie weer. Ja. Dat je denkt, ik ben zo dik, maar ik doe er nog wel toe. Ik merk dat de manier waarop ik nu in het leven sta, mij veel meer brengt dan de manier waarop ik in het leven stond. Dus iedereen moet het voor zich weten, maar ik denk dat dit een betere keus is. En ik ben blij dat ik hem gemaakt heb. Ja. Maar het is ook niet erg. Het is nou niet dat ik denk van, weet je, ik wou dat ik alles van YouTube kon afhalen. Want ik was best wel een leuk mens, maar ik ben dat nu nog steeds, vind ik eigenlijk. Ja, maar meer in de zin, want als je nu morgen opnieuw gevraagd zou worden of je weer op die duikplank zou gaan staan. Nee. Nee, maar dan vraag ik me dus af, is er dan nu een soort van, is er dan nu iets bij jou soort van dan, dat je jezelf nu dan misschien, serieus? Ja, nog serieuzer neemt. Nee, dat is het niet, want ik ben nog wel gewoon pantepetti en ik doe wel gewoon lekker mijn kruidvatcollecties en ik doe wel lekker gek in een roze badjas en ik ga wel de ijsbucket challenge aan om mijn pantebad onder de aandacht te brengen. Maar, dus ik doe nog best wel gekke dingen. Alleen ja, deze was wel heel gek. Weet je, die hoort, op een gegeven moment moet je ook natuurlijk van dingen leren. Wat betekent familie voor jou? Nou, dat vind ik heel interessant. Kijk, familie krijg je. En vrienden zoek je uit. Weer een open deur. Maar ik zeg daar wel bij dat ik heel erg blij ben met de familie die ik heb. Hoewel dat met horten en stoten die band weer hersteld is. Ja. Maar er is ook altijd wel een reden waarom die horten en stoten er zijn geweest, blijkt later. Ja. Dus nogmaals, ook daar geldt, als je accepteert dat die hobbels en stoten, de hobbels er zijn in een relatie, dan hou je een relatie in stand. Als je denkt, ja, ik ga daar niet voor vechten, ik ga niet al die hobbels nemen, Dan wil het nog wel eens moeilijk zijn. Dat hebben meerdere mensen mij heel vaak gevraagd toen ik geen contact met mijn dochter had. Waarom ga je niet naar naartoe? Waarom bel je niet aan? Omdat ik ervan overtuigd ben dat als iemand de tijd moet krijgen om die hobbels te nemen, dan moet je die tijd ook gunnen. Hoe zeer je ook weet dat aan het einde van de rit het zonde is van die 10 jaar dat we elkaar niet gezien hebben. Ja. Denk ik dat het beter is voor het herstellen van een relatie als je touw laat vieren in plaats van wil trekken. Je moet dingen laten vieren om uiteindelijk het feestje te kunnen vieren. Ja. Dus ik ben heel erg blij met mijn dochter in mijn leven. Ik ben heel erg blij dat ik mijn moeder nog een jaar bij me heb mogen hebben en heel erg heb mogen verwennen. Was dat met je moeder, jullie hebben lang geen contact gehad en eigenlijk, want je moeder had Alzheimer toch? Ja. Ja. En hoe is dat dan weer dat je na zo'n lange tijd weer elkaar dan weer voor het eerst
dat je die laatste fase dan zo met elkaar hebt mogen meemaken nog? Ja, ja, goed, weet je, dan begin ik weer met, het is natuurlijk altijd jammer van de periode die je niet met elkaar gehad hebt. En dan kunnen we wel weer gaan focussen op de frustratie, maar dat ga ik niet meer doen in mijn leven. Dus ik heb er vanaf de eerste minuut dat ik haar weer zag, tot aan de laatste seconde dat ze deze aardbodem verliet, heb ik alleen maar liefde gegeven en gevoeld. En ja, als ik er nu op terugkijk, is het een van de beste periodes in mijn leven geweest. Omdat ik ja, het koester, dat gevoel van liefde, heel erg koester. En dat ik dat ook samen met mijn dochter heb mogen meemaken. Dat vind ik echt een van de mooiste dingen die ik de laatste tijd op mijn, van mijn bucketlist heb mogen aftikken. Ja. Want het is natuurlijk toch wel zo dat ja, als je 3 generaties op een rij ziet, dan word je toch wel blij van het feit dat familie niet alleen maar iets is wat je krijgt, maar waar je iets moois voor terugkrijgt als je ervoor vecht. En dat geldt natuurlijk eigenlijk hetzelfde dan voor vriendschappen. Ja. Er gaat geen relatie in dit leven lukken als je niet bereid bent om ervoor te vechten. Op het moment dat iemand niet meer bereid is om te vechten, dan kan je net zo goed de relatie beëindigen. Ja. Als je... Of iemand de tijd geven om de hobbel te nemen. Maar is het voor jou dan, is het voor mensen moeilijk, dus misschien persoonlijk weg, maar is het voor mensen moeilijk om vrienden of om familie te zijn van Patty Bart? Ik weet niet hoe mensen dat ervaren, maar ik denk wel dat het heel duidelijk is. Wat vind jij van alle roddel- en juice-kanalen van tegenwoordig? Hoppata! We hebben het hele programma al gedaan. Ja, nou, ik denk dat er dan wordt bedoeld de Juice Channel, de Life of Yvonne, de Diet-kanalen, toch? Ja. Zal ermee bedoeld worden. Heel eerlijk, ik volg het zelf. Ik ook. Ik kijk het. Ik zou een ongelofelijke leugenaar zijn als ik het soms ook gewoon lekker vind om dat gewoon als ik in bed lig zo te kijken. Ik denk alleen dat het nooit leuk is als het over jezelf gaat. Als je er zelf... Zijn we weer. Ja. Wat is de ergste roddel die er over jou wel eens naar buiten is gekomen? Nou, eigenlijk... Het is ooit... Ja... Nou, dat was niet echt een roddel. Het was echt... Het was echt, ja. Ik denk niet dat er per se roddels over mij zijn die ik hoor of heb gelezen waar ik van denk, oh nee, oh dat is echt niet waar. Ja, hoe oud was je ook alweer? 23. Oké, komt nog wel. Nou, ik hoop het niet. Heb jij dingen, wat vind jij van die opkomst van nieuwe kanalen? Want het is natuurlijk meer jouw markt. Het is niet mijn markt, want het is niet het enige wat ik doe, hè, Nee, maar ik vind wel dat je duidelijk moet stellen dat ik daar als deskundige aantreed, omdat ik een bepaalde know-how van showbusiness heb. Het verschil vind ik wel dat je op internet, en dat geldt niet alleen voor de Juice Channels, maar dat geldt ook voor alle reacties die je op... zelfs op je eigen post kunt krijgen, is dat er reacties kunnen zijn waarvan ik denk, nou, moeten we daar niet eens wat bandjes aan gaan leggen. Ja. Want op het moment dat wij iets zouden zeggen wat niet, echt niet gegrond is, komt er altijd een advocaat om de hoek zeilen. Maar dat is er voor internet nog niet. Dat mag gewoon... de wereld ingegooid worden en vervolgens zeggen ze, jullie zijn ons allemaal aan het volgen. Ja, dat weet ik. Dat we met heel veel plezier doorheen scrollen is één ding. En het is niet zo gek dat je er dan ook eventjes checkt, natuurlijk. Want alles wat langskomt, wordt gecheckt. Ja. Dus ja. Ook de Juice Channels worden gecheckt. Maar, ja, ik zou heel erg... liegen als ik niet zou zeggen dat ook ik er doorheen scroll met heel veel liefde. Dit vind ik een leuke vraag. Wat is het leukste wat je ooit gedaan hebt op werkgebied en waar heb je echt spijt van? Eerst leuk. Het leukste is dat het leukste nog moet komen. Dat vind ik altijd. Is dat zo?
Ja, want anders kan je het er net zo goed ophouden. Nee, maar of het is ik heb zo ontzettend veel leuke dingen gedaan. Maar is er iets wat uit het verleden, iets wat je zegt, van dat springt er voor mij head and shoulders bovenuit? Bart gaat extreem. Dat vond ik een waanzinnig leuke show om te maken, omdat dat nieuw was in zijn soort. Dus eigenlijk, we volgen Patty in 5 dagen. In een stad of in een omgeving of bij een bevolkingsgroep. En dan kijken we hoe zij zich aanpast. Dus ik zat 5 dagen bij de Eskimo's. Ik zat 5 dagen bij vrouwen die op weg waren man te worden. In San Francisco, in zo'n huis met z'n allen. Wow. Ik zat in kindertehuizen. Ik zat, ze hebben me overal neergegooid in de wereld waar jij maar kan bedenken. Dat vond ik wel... Echt, ik wou dat ik toen had geweten hoe ontzettend bijzonder het was om die televisie te mogen maken. Ja. Dat was al heel lang geleden. Ik vond het programma wat ik met Gordon heb gemaakt, die Op zoek naar de eeuwige jeugd, daar blijf ik echt van denken. Wow, wat een voorrecht dat je gewoon in al die culturen maar mag kijken hoe mensen bezig zijn met dit fenomeen. Ja. Dat vond ik echt heel interessant om te maken. Dus dan kom je uiteindelijk toch heel erg op... misschien ENG-achtige programma's. Ja, ik vind ENG ook heel erg leuk om te doen. Dus want je doet nu ook een nieuw programma voor SBS. Dat zijn toch allemaal programma's. Ligt daar dan uiteindelijk... Vind je dat soort televisiemaker het leukst? Ik wil niet per se een keuze hoeven maken. Ook niet in vind je televisie leuker dan ontwerpen. Oh, ja. Of vind je ontwerpen leuker dan... ik vind het eigenlijk allemaal bij elkaar leuk. Ik vind het leuk om mijn eigen webshop te lanceren. Ik vind het leuk om die collecties te blijven maken voor Kruidvat. Ik vind het leuk om... ik vind het eigenlijk zo ontzettend veel leuk. Dat ik denk dat het leukste elke dag nog moet komen. Ik vind het leuk om hier met jou te zitten. Maar ik vind het ook leuk om dadelijk weer Spaanse les te hebben. Ja. Dus ja, ik vind het leven is pas leuk als je weet dat het dadelijk... nog leuker wordt. Ja, nee, maar dat is wel een mooie. Ja. Ja, dus ik heb geen keus in het en ik heb ook geen spijt. Ik heb geen spijt. Nee? Nee, ik heb nooit spijt. Door de jaren heen heb jij heel veel bagger over je heen gekregen. Toch lijkt het alsof je nu sterker bent dan ooit. Hoe kan dat? Even terugspoelen. Ja. Nee, ja, ik denk dat als je heel veel bagger over je heen krijgt, dat je de zonneschijn des te meer waardeert als die er weer doorkomt. En dan gaan we weer met mijn tegeltje. Het kan nooit zo donker worden of het wordt weer een keer licht. Ja. Echt. Ja. En dat is, bagger maakt dat je begrijpt dat er ook daarna zonneschijn is. Ja, jongens, weet je, ik kan het echt niet anders uitleggen. Maar meer in de zin van dat... Als je in de bagger blijft hangen, dan zit je in het riool, hè? Ja, is zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat... je zei net zelf ook van dingen doen me wel iets. Ja, maar zeker wel. Ik zeg ook niet dat het je niets moet doen. Sterker nog, het moet je wel wat doen, zodat je je gedrag kan aanpassen. Maar, daar zeg ik bij... je hebt tegenwoordig heel veel zelf in de hand met je social media. Je kan best wel vaak uitstralen wat je wilt uitstralen. Nee, je kunt laten zien wat je wilt laten zien. Ja, dus misschien heeft dat bij mij juist wel een hele positieve wending aan mijn leven gegeven. Weet je, het is niet zo dat als ze zeggen, als er een roddel gaat dat Antoine en ik gaan scheiden, ga ik niet ineens de volgende dag een foto van hem met mij posten. Nee, want dan voed je het. Ja, dat is exact my point. Ja. Don't feed the motherfuckers. Nee. Juist niet doen. Ja. Weet je wel? En dat is natuurlijk, ja, je moet niet... Je kan gewoon toch uitstralen dat je het negeert en dat je... En dat doe ik ook. Ja. En dat is echt de beste oplossing. Je moet nooit proberen een ander te laten zien dat het niet waar is wat een ander over je zegt. Het is hartstikke overzichtelijk. Maar je kan het overzichtelijk maken. Maar je kan het ook voeden. En je kan ook in je bagger blijven hangen.
Het zijn allemaal keuzes in het leven. Ik kies ervoor om door te gaan. En daarom. Wat is jouw grootste kracht en wat is jouw grootste zwakte? Mijn grootste kracht is... Oh. Nou, dan vraag je me wat. wat is mijn grootste kracht? Ik denk dat ik toch wel misschien heel sociaal ben of zo. Ik denk dat wel een kracht is die ik heb. Ik kan mij overal neerzetten. Al moet ik morgen op de bouw, of al moet ik morgen... Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit met wie of waar ik moet zitten. Ik kan met iedereen wel kletsen en met iedereen het wel gezellig maken. Maar stel je ervoor dat wij nu bloedbonjes zouden krijgen. Ja. Stel je ervoor dat ik zeg, nou, die roddel van jouw vriendin is helemaal niet waar. En dat dit echt een heftig gevecht wordt. Ja. Hoe zou je dat dan ervaren? Of nou, hoe zou je dat sturen? Dat ligt er dus aan waar het over gaat. Kijk, op het moment dat jij bijvoorbeeld nu die tafel hier omver zou je boos naar buiten zou lopen en zeggen van zoek het uit en bla bla, ik heb hier geen zin in, want je hebt niet gelijk. Dan zou ik dat heel vervelend vinden, omdat ik, zoals je al zei, graag gewoon met iedereen op goede voet omga in het leven. En ik vind het vervelend als mensen boos zijn op mij of geïrriteerd zijn of whatever. Maar op het moment dat ik weet dat ik in mijn gelijk sta, bijvoorbeeld stel je voor over zo'n roddel van mijn vriendin, kijk, ik... Bijvoorbeeld over zo'n situatie weet ik dan, ik heb het echt gelezen. Ja, maar dan zou ik het, kan ik het makkelijker parkeren, omdat ik dan maar hoop dat de ander dan op een gegeven moment tot het inzicht komt dat het zo is. En dan ben ik altijd bereid om later nog met iemand een gesprek aan te gaan. Maar zou je dit bijvoorbeeld uitzenden dan, als wij hier naar bijvoorbeeld bloedbonje zouden krijgen? Niet als jij je daar niet prettig bij zou voelen. Ik zou wel ten alle tijde respecteren hoe jij je daarover voelt. Ook al zou ik zeggen, wat een stom wijf, bij wijze van, ja. En zout op. Maar als jij me daarna een app zou sturen van dit of dit, dan zou ik dat altijd wel, want dat zouden de gevolgen alleen maar groter worden. Ik zou het nooit groter willen maken. Los van alle wijsheden die je me vandaag hebt bijgebracht, wat is dan nu nog wel een zwakte die je hebt? Of iets waar je wat soms... Dat ik een kort lontje heb wel. Ja? Ik vind het al heel wat dat jij mij hier anderhalf uur geboeid op een stoel vast weet te binden. Meestal wil ik dan gewoon van alles nog gaan doen. Kort lontje is niet het woord. Het is dat ik heel erg gehecht ben aan mijn tijd. Dat ik heel graag op tijd naar bed wil. Heel graag op tijd op wil staan. Heel graag dan van zo laat tot zo laat met de honden wil lopen. Zo. Eigenlijk, autistisch? Ja, tegen het wapperen gaan. Want ik kan bijvoorbeeld niet slapen als ik mijn kleding uittrek en ik smijt dat op een stoel. En ik lig in bed en ik zie dat liggen, kan ik niet slapen. Ga je het eerst opruimen? Ga ik het eerst opruimen. Maar ik weet niet of is het een zwakte? Gewoon controle willen hebben. Nou ja, die controle. Ik vind het al leuk dat ik tijdens dit interview ook vragen aan jou mag stellen. Zodat ik in elk geval afgeleid ben dat ik ook iets mag doen wat ik leuk vind. Want ik vind eigenlijk niks zo irritant als over mezelf lullen. Ja? Ja, vind ik echt zo vreselijk. Ik heb het al 100.000 keer verteld. Wat de fuck is er nou zo interessant aan? Ik doe gewoon mijn ding. Ja. Weet je? Ja, maar... Ik doe eigenlijk ook bijna geen interviews. Je hebt inmiddels bijna de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt. Hoe zie jij jouw toekomst voor je? Als heel lang en heel gelukkig. Ja, ik moet zo lachen om die pensioengerechtigde leeftijd. Want ja, dat denk je gewoon niet. We gaan wel volgend jaar de bloemetjes buiten zetten als ik die leeftijd behaal. Want wie had het ooit kunnen denken? 67 en... Still here. Steeds aan de gang. En gewoon de oudste vrouw met de... In televisieland, denk ik, maar nog steeds met contract op zak. Maar wat is dat vind ik, wat je nu zegt, vind ik interessant, want wat is dat? Waarom ben jij daar nog steeds? Nou, ik denk doorzettingsvermogen
ook bereid zijn om naar kritiek te luisteren, ook bereid zijn om te incasseren, ook bereid zijn om bij te sturen. Ook de wijsheid die met de jaren komt. En soms denk ik dat, zeker voor vrouwen, is het belangrijk dat je niet alles als niet alles als kritiek ervaart. Ik weet nog dat John de Mol tegen mij zei, die vrouw die jou heeft gezegd dat je niet meer fris en fruitig bent, die moet jij eigenlijk een bloemetje sturen. Nou, want dat zijn wel dingen natuurlijk geweest. Want ik heb dat, volgens mij heb je dit in je boek gezegd? Ja, maar dat eigenlijk vond ik dat hij daar heel erg groot gelijk in had. Want anders had ik nooit bij hem gezeten. Nee. Op dat moment. Ik zag het zelf niet. Zag je zelf niet? Dat ik misschien iets aan mezelf moest doen. Als in? Als in aan mijn gezondheid, aan mijn zijn, aan mijn... Ja, alles. Heeft die reset die je... Nou, reset wil ik het niet noemen. Heeft hetgeen dat je die aanpassing hebt gedaan ervoor gezorgd dat je opnieuw weer de kans kreeg om jezelf te laten zien en te bewijzen? Nou, ik denk dat als je kunt... Als je bij machten bent om dingen een beetje te sturen en zeker bereid bent om de kritiek te aanvaarden, zodat je daarna weer een schone kans krijgt, ja. Dat je die kans creëert. En dat je moet dus altijd iets doen met de kritiek die je krijgt, ja. In plaats van dat in frustratie om te zetten. En, ja. Maar in acceptatie en dan gewoon er weer wel wat mee doen. Misschien een persoonlijke vraag, maar is het ergens nog ook een soort van bewijsdrang naar Nederland toe van ik ga laten zien dat het me dit keer... Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik heb helemaal geen behoefte om mezelf te bewijzen. Ik heb het hartstikke leuk en ik heb mezelf naar mezelf toe al meerdere keren bewezen. Kijk wat er zit, weet je. Ik heb het wel geflikt hoor. Als ik nu omval, dan is het goed geweest. Dan zeg trots ik, op jezelf? Yes. Ja? Ja, heel trots. Mooi. Ja, vind ik heel mooi. Dankjewel. Bedankt voor het gesprek. Dankjewel.